zo. Dank jullie wel. Nou, welkom bij deel 2 van Tech Talk Late Night. Cybersecurity speciaal voor het midden-kleinbedrijf. De eerste helft, ik denk, boom, we gaan er meteen hard technisch in. Dan weten jullie hoe dat een beetje gaat. Ik heb mijn crew zelfs een lijst gegeven met Tech Talk Security Lingo, met 40 afkortingen. Stamt het maar in je hoofd. Nou ja, zo gaat dat dus. Maar die mensen, die moeten dus op de een of andere manier praten met de kleine bedrijven. Die het ook moeten doen. En daar zit een soort discrepantie in. We hebben al gezien, een zaak van de politie. Waarbij 1500 MKB's gehackt werden. Maar hoe groot is het probleem nou echt? Nou, bij de fraude helpdesk, daar komen heel veel meldingen binnen. Want nou ja, als je zo'n probleem hebt, misschien schroom je een beetje om de politie te bellen. Je wilt niet aan de grote klok hangen. Maar dan hebben zij dus een meldpunt waar je terecht kunt voor informatie. Ook tijdens de Week voor de Veiligheid sprak ik daarom met Fleur van Eck. En zij is de hoofd van de fraude helpdesk. We gaan even kijken wat zij ervan vindt. We staan hier met Fleur van Eck, de directeur van de Fraude Helpdesk in Nederland. Nou, jullie krijgen natuurlijk heel veel meldingen van ondernemers binnen die iets hebben meegemaakt. Als het gaat om digitale veiligheid, wat voor soort meldingen krijgen jullie zoal? Nou, de meeste meldingen, dat zijn er echt meer dan 100.000, zijn valse e-mails. Hè? Dus denk aan phishing mails en malware en alles wat er tussenin hangt. Dus ook bijvoorbeeld gijzeling mails, hè? Waar ook heel veel over te doen is. Maar we hebben ook ongelooflijk veel meldingen altijd over de spooknota's en de acquisitiefraude. Dus de advertentieoplichting, wat echt al een fenomeen is dat al minimaal 30 jaar een ellendepost is voor het bedrijfsleven. Maar het goede nieuws is dat daar nu ook een wet tegen in wording is. Die is unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Waarbij dus misleiding met kleine lettertjes, waar die jongens heel veel gebruik van maken, echt apart strafbaar wordt. En er komt meer mogelijkheid voor de ondernemer om te roepen, donder op met je factuur, want ga eerst maar eens aantonen dat je op een eerlijke manier zaken met mij hebt gedaan. Dat is hartstikke goed nieuws. Maar verder hebben we ook nog heel erg te maken met misbruik van bedrijfsnamen. En dat noemen we identiteitsfraude. Dus ondernemers worden regelmatig opgelicht door mensen die zich voordoen als die onderneming. En dan inderdaad nota's, rekeningen en dat soort dingen. Met welke digitale middelen gebruiken ze daarvoor om zich voor te doen als iemand anders? Ze maken een website na en ze gebruiken het KVK-nummer en bijvoorbeeld ook het logo uiteraard van zo'n bedrijf. En daarmee gaan ze bijvoorbeeld op een online handelssite als Alibaba. We weten dat er heel erg groot, grofschalige handel plaatsvindt via die grote online handelssites. Ja, en bedrijven weten het soms natuurlijk helemaal niet dat hun identiteit misbruikt wordt door oplichters. Ja. Hoe kun je dat als ondernemer voorkomen dan? Ja, moeilijk, want je moet eerst een kwaaie klant aan de deur krijgen. Die roept, ik heb goddomme hartstikke veel betaald, maar ik heb niks geleverd gekregen. Dus het kan zijn, net zoals bij identiteitsfraude van natuurlijke personen, dat je daar bijvoorbeeld pas heel laat achter komt. Maar ik besprak vanmorgen met een ander ondernemer het probleem en die zei ook, maar je moet veel meer gaan googlen natuurlijk, of je eigen bedrijfsnaam niet toevallig misbruikt wordt. Dus dat is wel een hele goede tip. Ja, oké. Okay. Google jezelf. Maar stel je voor, ik ben een ondernemer, ik kom daarachter en ik bel dus met de fraude helpdesk. Wat doen jullie dan? De fraude helpdesk doet zoveel mogelijk, maar kan eigenlijk nog niet zo heel erg veel, behalve heel goed voorlichten en concrete waarschuwingen afgeven. Maar dat moet dan wel gaan over bijvoorbeeld phishing mails. Dit soort zaken, daar zijn we natuurlijk voorzichtiger in. Wij verwijzen door naar bijvoorbeeld de politie, dus doe in godsnaam aangifte van. Dat is heel erg belangrijk, dat de politie ook echt zoveel mogelijk gemeld krijgt. Wij verwijzen ook vaak door naar andere overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de FIOD of naar de Belastingdienst of noem maar op. Het meldpunt identiteitsfraude. Maar eigenlijk zouden we veel meer willen doen, maar dat mandaat hebben we helaas nog niet. We noemen het voorbeeld van gijzelingssoftware, ook wel ransomware. Stel, ik ben daar slachtoffer van en ik bel jullie. Wat kunnen jullie dan voor mij doen? Wij noteren uiteraard al die meldingen en zodra er in ieder geval minimaal 3 meldingen op zo'n dag binnenkomen, dan maken wij daar een concrete waarschuwing van, een alert. Wordt overigens ook vertaald in het Engels, dat is ook wel even belangrijk. En verder geven wij zoveel mogelijk door aan de instanties die daarom vragen. In dit geval bijvoorbeeld de high-tech crime jongens van de politie. Goed, nou weet u het niet of durft u het niet tegen de politie vertellen?
bel Fleur. Die kan je altijd helpen. En die ransomware, hè? Oh, dat is zo klote. Dan gaat je computer ineens op zwart. Hè? Dat is vaak door attachment bij de e-mail. Je klikt erop, bam, de hele boel gaat plat. Niet betalen, hè? Want daarmee leid je eigenlijk het volgende slachtoffer in. En wat Fleur ook vertelde, hè, dat je een site kan voordoen als een ander of via e-mail. Dat heeft ook allemaal met die instellingen te maken. Moet goed zijn, want anders gaan ze met uw handel aan de haal. Goed, die MKB'er die wil dus vast luisteren als het echt misgaat. We moeten ze een beetje bewust maken, een beetje opvoeden, een beetje laten zien hoe het allemaal kan. Dat kan middels TikTok Late Night, dat kan door te laten zien waar het misgaat. Maar je kunt ook gewoon met een bus door het land gaan, naar de ondernemers toe. Dat is een van de elementen geweest van de campagne Veilig Zakelijk Internet. Dat volgde op Veilig Internet, daar stonden we vorig jaar mee. Met Veilig Zakelijk Internet een hele campagne, kon je ook zelf laten scannen en laten testen. Maar er was ook een man die met een heel team met een bus door Nederland reed. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Olly Vreemoed. Allee, welkom. Oh, je hebt meteen spulletjes meegenomen. Nou, ik denk dat ik de eerste ben die ooit een flyer meeneemt naar een tech-talk. Ja, papieren scannen. Ja, maar dit is wel het gehalte waar de ondernemer voor aan loopt. Namelijk, ja? De meesten die dit lezen, dan moet ik iets doen. Die doen dat wel. Want als het op de e-mail komt, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk ook binnenkomt. Ja, ze krijgen zoveel binnen en denken ze van spam natuurlijk. Ja, dus wij sturen promoteams met die folders en ondernemers gaan op dat moment aan de slag. Kijk eens aan. Dat is in ieder geval een manier. Veilig zakelijk internet. Heel veel partners zijn daarin samengekomen. ACP, SEDN, die hier vanavond ook zijn. Google, KPN. Nou, het lijken wel de TikTok partners. Zijn hier ook allemaal partners geweest. Maar bijvoorbeeld ook CCV, MKB Nederland, MKB Service Desk. Threadstone, die hebben tests gedaan. Verbond van Verzekeraars, TNO. En jij bent van de Dutch Network Groep. Je bent de campagneleider. Hè? Jij zorgt ervoor dat dit gebeurt. Wat is er allemaal gebeurd het laatste half jaar? Ik vertelde net met de bus. Hoe ging dat? Jullie gingen echt een campagne voeren in het land? Net zoals een politieke... Ja. Oh ja, die zijn met de bus. Het is in Amstelveen zo te zien. Waarbij we met een bus in het ondernemersgebied gaan staan. Mm-hmm. De dames van het promoteam gaan de stad in. Ondernemers zeggen, ja, ik kan nu mijn winkel niet verlaten. Dus die gaan we daar servicen. Maar in de bus zat een adviseur van de verzekeraar. Die gaf advies over cyberverzekeringen. Daar zat iemand van KPN. Dus dat kan ook. Dus als ze denken, van, nou, als ik dan toch gehackt word, dan kan ik beter verzekerd zijn. Het gaat er meer om van, heb ik een cyberverzekering nodig? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja. Wat kost me dat? En past dat dan in het pakket met alle andere dingen die ik al heb? En ik heb hier een verzekeraar, die biedt het niet aan. Mag ik dan die van jou ook hebben? Dus die verzekeraar die doen dat in die bus. En dan konden ze langskomen. Oké. Okay. Ja. En de meer technische dingen, komt het ook in de bus aan bod? Nee, je kon je wel aanmelden om de hack uit te voeren. Maar de scan laten doen. Maar dat werd uiteindelijk op afstand gedaan. Okay. Dus je kreeg wel de werking van het project te horen, maar je kon niet daar ter plekke gehackt worden. Nee. Dat was technisch iets te ingewikkeld en juridisch moesten we dat een beetje afkaarten. Ja, want hoe ging dat in zijn werk? Want Melanie liet al zien van, je kan kijken zonder aan te raken. Jullie gingen ietsje verder. Ik heb mezelf ook aangemeld natuurlijk, dat is best wel leuk. Dan kun je op de site kunnen aanklikken van, wilt u gescand worden? Wilt u weten of u kwetsbaar bent? En dan geef je een soort van toestemming. Threadstone is dan een bedrijf dat uitvoert. Wat doen ze dan precies? Er zit één stap voor en dat is een stap die ik niet vaak gehoord heb. Dat is namelijk dat we eerst een vragenlijst voorleggen aan de ondernemer en vragen van hoe je het on-site hebt geregeld. Okay. Onderdelen die het hacken misschien nog wel moeilijker maken. Op het moment dat je je gasten wifi beter beveiligt of dat je je server in de hoek eens een keer afstoft. Of dat je de dingen on-site ook beter voor elkaar hebt. Die ondernemer net tijdens de Week van de Veiligheid, die gaf al aan van ik heb een protocol. Dat soort zaken zijn in ieder geval de eerste stap om daar... Maar mensen klikken het aan, vullen dat in. Hoeveel heb je dat inmiddels gedaan? We zitten tegen de 300 aan. Tegen de 300? Ja. Kun je iets zeggen over die 300 die vragenlijst hebben ingevuld? Wat komt daaruit? Maken ze echt heel veel standaardfouten? Of zijn er dingen die ze inmiddels echt wel snappen? Of ze dingen echt wel snappen, dat weet ik niet. De meeste ondernemers geven in eerste instantie aan van, bij mij is toch niks te halen. Of ik heb het goed geregeld. Dat blijkt dan vaak toch wat tegen te vallen. En ik begreep ook van Threadstone later dat het voor een groot gedeelte is gewoon achterstallig onderhoud. Ja. Ja. Okay. Geen updates draaien, oude apparatuur, onervaren personeel wat ermee aan het klungelen is. Dus dat speelt absoluut mee.
Ja, ik kreeg ze zelf toen ook aan de lijn. Dat is best wel leuk, want dan dat is eigenlijk gratis advies. Is die hier nog? Ja. Ja, op een gegeven moment werd ik gewoon gebeld ook. Hallo, met Trudston. Kunnen een afspraak met u maken? Nou, prima. Woensdagmiddag komt mij wel uit. Ik zat achter de computer. En dan krijg je dus een man die ik zal maar zeggen, die taal die Melanie net had, gewoon ook redelijk begrijpelijk weet uit te leggen. Je krijgt een soort score. Ja. Nou, even over mijn provider, Spin in het Web. Die scoorde heel laag op kwetsbaarheid. Dus die was niet te hacken. Want wat bleek nou, hè, Melanie die zag wel dat er een oude softwareversie of iets zou kunnen zijn. Maar zodra iemand echt actief erin gaat, wordt hij eruit gegooid. Hij heeft een zogenaamd intrusion detection systeem. Nou, dat is wel tof, dat is zeker voor zo'n kleine aanbieder. Dat is best wel gaaf. Ja, dat ben ik. Dus TikTok, die is moderate en dat is mijn host. Very low, very low. Daar was hij best wel blij mee. Hij had nog wel één instelling, dat was wat minder. Dat heet een DNS amplifier. Dus DNS, hè, dat is het domain name system. Dat is ook wat SDN doet, dat je bij de juiste site komt. Hè, dat een nummer omgezet wordt in .nl. Als je daarentegen naar mijn site toe gaat, dan stuur je een paar bits daar naartoe. En dan krijg je iets terug en dat is nog groter. Een fractie 16 was het geloof ik of zoiets. Nou, er is op zich niks aan de hand. Maar wat doen mensen nou? Dan doen ze dus alsof ze ABN AMRO zijn, noem maar wat. En dan sturen ze dus verkeer naar mijn site toe en dan komt het terug naar ABN AMRO. Dus dat is een soort versterkend effect. Nou, die hebben we dus uitgezet. Want daar hebben wij geen last van, maar daar hebben anderen last van. Kom je dat soort dingen wel vaker voor? Hij zat bij meerdere ondernemers in het risicopakketje. Ja, ja. Absoluut. Oké. Okay. Nou, en die andere waarom ik zelf middel score, dat was information exposure. Ik zal zo wel even laten zien. Ik heb de site helemaal in HTML gemaakt en als je dus iets achter de URL typt, dan kom je een andere pagina. Ja, dat heb je dan. Ja, als je een content management systeem hebt, wil je dat niet hebben. Nou, een beetje technisch. Klinkt dit bekend als ik dat zo vertel? Het klinkt bekend. Ik denk dat het voor de gemiddelde ondernemer alleen al een echte stap te ver is. Ja? Dat het echt moeilijk is en dat het de uitleg ervan al heel ver van je bedshow klinkt. Ja. Ben er wel helemaal mee eens dat het echt nodig is. Dat het ook echt hard nodig is om die 80-90% in Nederland van de ondernemers gewoon echt gewoon flink de waarheid te vertellen en dat ze ermee aan de slag moeten. Ja, want we zeiden er eerder al van ja, misschien moet het fout gaan. We krijgen straks CBP eraan. Maar wat kun je nog meer doen? Ja, is goed naar je eigen product kijken en dan bepalen van wat zijn nou je kroonjuwelen en waar wil je vooral niet op gepakt worden. Zorg dat met de basisbeveiliging het hekje iets hoger is dan bij je buren. Dat is niet de tip die misschien voor iedereen opgaat. Maar ik denk dat je daarmee bepaalde data al kan beveiligen. Ja. Nou, als iedereen dat doet, hetzelfde als je fiets. Hè? Als je in een grote stad woont, dan zet je fiets altijd naast een fiets die en mooier is en een slechte slot heeft. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor websites. Ja. Ja, maar als iedereen dat nou doet, dan gaan alle... Ja. Maar ik denk dat je ondernemers op een bepaald moment ook een beetje moet triggeren van, maar wat vind je dan, wat doe je, wat heb je voor bedrijf, wat vind je belangrijk? En een voorbeeld was, we kwamen bij een fotograaf en die man die zegt, ja, alles hier, met alle apparatuur is met internet verbonden en ja, ik maak pasfoto's en ik heb een kassasysteem. Ja, wat is er bij mij nou te halen? Ik met 250 euro per dag op een qua omzet, dat moet er allemaal wel doen zijn. Maar die pasfoto's, dat triggerde ons om te zeggen van de illegale handel in paspoorten, makkelijk pasfoto's. Toen was ineens het klikje voor de beste man wel helder. Ja. Nou, en we hebben Udo net gezien, een pasfoto, dat is dus een gevoelig gegeven al. Hè? Ja. Daar kun je heel veel uit afleiden, ras, religie, dat soort dingen. En gevoelige gegevens moeten extra beveiligd zijn, en dat had hij helemaal niet. Je kon eigenlijk er zo in. Nee, gelukkig had hij het behoorlijk goed, laten we zeggen, medium beveiligd. Hij heeft ook daarop aangepakt, maar het was het feit dat hij niet bewust wordt wat zijn kroonjuwelen waren. Oh, althans voor de crimineel. Daar begint het bij hem. Ja. Want hij dacht dat het alleen maar over geld ging, maar het was eigenlijk zijn product wat nog veel interessanter was. En in die gesprekken, wat voor kroonjuwelen kom je nog meer tegen? Want inderdaad, dan spreek je iemand aan op zijn kwetsbaarheid. Hè? Er was een meubelhandel, mooie stoelen, mooie banken. Een bankje gaat voor 1500, 2000 euro de deur uit. Dus er was best wel wat cashflow. Dat had hij volgens hem wel redelijk geregeld. Maar toen bleek dat er natuurlijk één keer per maand ook heel veel geld naar de leverancier ging. En het gevaar zit hem daar, dat uiteindelijk het online bankieren, dat rekeningnummers veranderd worden van leveranciers in hackers. Ja. En dat hij na 2 maanden toch een achterstand van een paar ton heeft en dat hij daar dus dan problemen krijgt met de leverancier. Weer datzelfde probleem als we bij de politie MKB-item zagen. Je verandert een nummer, wordt niet meer gecontroleerd op naam en ja, dat is een interessante target. Dat is dan met een persoon, maar dit kan ook met de leverancier zijn, want daar kijk je nog minder naar dan misschien naar je personeel. Want die beginnen na 1 maand al te zeuren, de leverancier misschien pas na 90 dagen.
Ja, oké. Okay. Hey, jullie campagne loopt nog tot 9 december. Dus als die MKB'ers in de zaal zitten, die willen of zich laten scannen of nog even die enquête doornemen of advies krijgen, kunnen ze bij jullie terecht. Hè? Wat hebben jullie ze verder te bieden? Ze kunnen op dit moment, ik heb er volgens mij nog een aantal. Ik kijk even naar Threadstone, maar ik geloof dat we nog een paar kwijt kunnen. Hij knikt ja. We kunnen een aantal gratis scans weggeven nog. Waarbij ze dus goed bekeken worden. Waar staan je digitale deuren open? En het proces zoals je net toegelicht hebt. We gaan volgende week nog naar Maastricht en Roermond. Gaan we een dag met die bus op pad. Kijk eens aan. Aansluitend is er een verhaal van een hacker. De hacker vertelt. Die komt daar ondernemers vertellen hoe het niet moet. En volgens mij gaan we op 9 december ook nog in Veenendaal een dag op pad. Nou, kijk eens aan. Geweldig. Ja, want Alert Online is 10 dagen en cybersecurity is eigenlijk 365 dagen per jaar. Tof dat jullie al een half jaar bezig zijn en nog even doorgaan. Dus kom terecht bij Olly Vrijmoed. Dankjewel. Dankjewel. Zo, en nu met de billen bloot. Niet letterlijk natuurlijk, ik bedoel cyberwise gezien. Ik vond het wel lastig. Hè? Dat zullen we ook in het volgende item wel zien. Zodra je je kop uitsteekt over cybersecurity, ben je zelf een target. Ja, weet je, als je zegt, we moeten allemaal veilig zijn. Nou, roep dat vooral heel hard. Dan krijg je heel veel hackers op je af. Gelukkig heel veel ook met goede intenties. Dus daarom even een kort blokje cyberellende op techtalk.nl. Nou, dit was mijn oude site. Was op Joomla, dat is een content management systeem. Dat bedoelt ondernemer, denk je van, nou, we moeten daar echt een bedrijf in gaan huren. Dat kan je allemaal prima zelf. Je downloadt Joomla, je zet het op de server, hartstikke idee, alle deuren gaan open. Nou, dit was een programma wat we destijds hadden met Team High Tech Crime. Deden we de Cyber Challenge. Nou, u ziet, volle bak. We hebben iets van 800 bezoekers, inclusief de agenten, 680 bezoekers, 120 agenten. Maar ja, er waren natuurlijk ook mensen die er wat minder vonden. Hè? En als we nou even terugkijken naar dit. Dit is dus de stand nu. Maar de stand toen, nou, ik denk dat het echt hoog was. Ja, wist ik veel. Ik dacht, ben ik nou een target? Hè? Wat Olly net ook zei, je denkt na, nou, ben je een target? Ik heb mijn website, is eigenlijk alleen maar een poster. Hè? Dan en dan, paard van Troje, dan is het een praatprogramma. Komt vooral allemaal. En als dat gehackt wordt, ja, is het eigenlijk hetzelfde als je een poster in de stad met een gravity erop zet. Maar ja, het is wel lastig als je poster niet te lezen is. Dus nou, spannend. Hè. Ik kreeg wel een hoop gezeur om me heen en zo. Hoe werk je nou voor de politie? Nee, ik vind het belangrijk dat dit leuk op een poppodium komt, zodat iedereen kan zien wat de politie doet. Nou, er waren toch hackers die er anders over dachten. Dus op een gegeven moment kreeg ik via Twitter, hè, veel ethisch hackers die werken via Twitter, een DM'tje van een meneer die heet Lego Steentje, Pieter Vlasblom. Hallo, er gaan op Twitter geruchten rond dat je website techtalk.nl lek is. Zou je even naar willen kijken, AUB? Zie tweets van Digital Human. Nou. En ik zeg dan, ja, thanks, goed gevoel voor timing heeft hij wel. Want, nou ja, je kunt je voorstellen, als je in de aanloop van zo'n programma, ben je best wel druk mee bezig, techniek moet lopen, jullie moeten blij zijn. En dan heb ik om 's middags altijd nog even een rustmomentje, even rustig zitten met een glaasje sap. En dan krijg je zoiets binnen. Dan denk je, god. Nou, dus ik ben hier naartoe gerend. Slimste hackertje gepakt. Wat is hier nou aan de hand? Nou, dus wij op Twitter kijken, wat heeft die jongen allemaal geroepen? Ahoy, techtalk.nl, Joomla 3.02, ik denk, wat staat hier? Ik naar die jongen toe, oh ja, versie, je draait een oude versie. Dus even kijken, zo. Nee. Oh ja, inderdaad, ja, kijk, wat bleek nou? Je kon iets achter de URL typen, bepaalde code, en dan werd er een nieuwe gebruiker aangemaakt. Dus superuser, dat was ik. En nou, dan was er nog iemand die anders heet. En er kwam ineens een registered user aan, op datzelfde moment. Ik dacht, god, ik word gehackt, weet je wel. Nou, boel dichtgooien. Was niet zo leuk. Wat bleek nou? Later sprak ik deze jongen, Victor Angeli. Ik zei, waarom deed je dat nou, man? Hij zei, oh ja, wist ik veel dat jij dat was. Ik dacht, de politie is een hele show aan het organiseren. En dan komen ze zelf met lekker Joomla aanzetten. Dat kan toch niet? Ja, daar heb je dan ook weer gelijk in. Dus toen kon ik er achteraf ook weer om lachen. En ik wist ook nog niet zo goed wat ethisch hacken was. Dus nu geef ik hem gelijk, maar toen was ik woest. Kun je het je voorstellen? Maar de ellende moest nog beginnen. Wie weet wat dit is? Wat staat hier? Sorry? Ja, dat zijn webstats inderdaad. Oh ja, dit zijn de logfiles van mijn website. Nou,
zo ziet het er dus uit als je gededost wordt. Ik zag dus dat mensen vanaf een bepaald VPN, hè, Virtual Private Network, ben je niet te lokaliseren, Anonin heette dat uit Zweden. En die gingen dus op bepaalde pagina's zoeken. Op een gegeven moment hadden ze een pagina gevonden waar heel veel foto's op stonden. En dan gingen ze tak, 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 heel veel op klikken. He, ze hadden waarschijnlijk ook andere computers gebruikt om zoveel mogelijk snel erop te klikken. Zo ongeveer om 19:30, 19:45, 19:30 begon de ellende. Dus op het moment dat mensen gaan kijken van waar is dat TikTok ook alweer, waar gaat het ook alweer over. Het enige wat hij zag was pagina 404, TikTok Tango Down. En dat ging ongeveer door tot 19:15, dus dat was echt een gerichte aanval was dat. DDoS, daar zijn wel wat maniertjes voor bedacht nu. Hè, dus dat je bepaalde IP-adressen juist gaat uitsluiten. Maar ja, veel hackers komen ook hier en die gaan juist via die VPN-verbindingen. Dus ja, dat is een beetje een dilemma voor mij. Of ga ik het afsluiten, dat alleen nette mensen komen. Of laat ik het dan maar gebeuren, dat ook de hackers komen. Nou, dus het is me gelukkig maar één keer overkomen, hierna niet meer. Dus dat scheelt. Nou, inmiddels al wat wijzer dacht ik van, die hackers kunnen me ook helpen. NCSC kwam toen met een richtlijn Responsible Disclosure. Zie je een kwetsbaarheid op de site, hè, zoals dat Joomla, meld dat dan. Ga dat niet delen met anderen. Vertel gewoon wat er aan de hand is. Geef ons tijd om dat te fixen. Hartstikke mooi. Dan help je ons en dan geef je ook de hacker de credits. Dank je wel voor het helpen. Dat is ethisch hacken. Dus ik denk, nou, ga ik ook doen. Responsible Disclosure. Ik had er nog één gezet. Don't expect a bug bounty. Ja, want soms krijg je geld voor dat soort dingen. Ja, dat heb ik helemaal niet. Toen vervolgens kwamen de mailtjes binnen. En dat waren er behoorlijk wat. Ankit Baradat uit Pakistan was die, geloof ik. En dan krijg je een soort tekst van, hey, found a few fools spoofing. Blablabla. En ik denk, wat staat hier nou? Dus ik weer naar mijn provider gemaild. Allemaal van dit soort meldingen naar hem doorgestuurd. En ja, ik kreeg toch vaak een reactie van, ja, in theorie zou je iets kunnen doen, maar... Nee, maar ja, naar de tiende melden zei, ja, dan moet ik een keer met kappen, Chris. Gezeik allemaal. Dus ik denk, nou, weet je wat, als ondernemer moet je ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan maar geen goedkope, makkelijke Joomla. Gewoon, bam, rauwe HTML. Nou, HTML, dat is gewoon de taal. Dan zet je een pagina eigenlijk gewoon in tekst neer. Terwijl een content management systeem, dan kun je aan alle kanten inloggen, je kunt dingen veranderen. En dat is per definitie kwetsbaar. Dus ik denk, nou, hartstikke mooi. Nou zijn we niet meer te pakken. Toch wel. Er wordt toch wel af en toe wat gesnuffeld. Soms zijn de instellingen niet helemaal goed. Er was ook één akkefietje. Er bleek nog een webmailapplicatie te draaien. En wat was daar nou mis mee? Nou, bleek dat je een wachtwoord van 100.000 tekens kon invullen. Ja, wie doet dat? Nou ja, hackers doen dat. Tenminste, hij vond dat. Maar dan moet je het niet doen. Dus de volgende dag kreeg ik een hele boze e-mail van mijn provider. Chris, ja, dit is geen ethisch hacker meer, dit is gewoon zwaar DDoS. Ik kap er nou een keertje mee. Dus toen dacht ik, ja, weet je, al die buitenlandse aandacht, dat is misschien ook niet goed. Dus nu heb ik de tekst in het Nederlands gezet en nu zijn al dat soort meldingen opgehouden. Ik kijk alleen maar serieuze meldingen. En zelfs bij zo'n rauwe HTML-site, waar eigenlijk niet zoveel spannends te gebeuren is, dan nog ben je kwetsbaar. En kijk eens in de logfiles als mensen continu kijken naar /administrator. Als de hackers zijn in de zaal, zou ik zeggen, klik nog even op techtalk.nl/admin, hè, want meestal staat er admin, en dan zie je vanzelf wat er gebeurt. Want als je in HTML programmeert, heb je helemaal geen admin. Hartstikke leuk, toch? Goed, nou, dat is even het rondje cyber ellende bij techtalk.nl. Als u nu denkt, van nou, het is hartstikke lek, dat is niet het geval. Er is altijd wel iets, dat is maar wat ik wil laten zien. En het gaat erom dat je wel een stapje probeert voor te zijn. En gewoon ontzettend je best doet. Daar komt het eigenlijk op neer. Kwetsbaar durven zijn. Want zo kun je kennis delen met elkaar. Goed, hoe kunnen we het dan wel goed doen? We hebben heel veel dingen bedacht om het internet te bouwen. Internet is eigenlijk een afspraak van standaarden. Alleen we gebruiken het nu op een manier waar het nooit voor bedoeld was. Allerlei betalingen, allerlei verbindingen, allerlei machines die eraan staan. Dat was nooit de bedoeling geweest. Dus er komen steeds weer nieuwe standaarden. En dat is ook niet alles. We hebben ook keurmerken nodig om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt en of mensen het ook wel goed doen. Daarover gaan we praten met iemand van internet.nl. Dat is niet het internet zelf, maar het platform internetstandaarden en MKB Cyberadvies. En iemand van thuiswinkel.org. Nou, ik zie dat ze al klaarstaan. Dames en heren, hartelijk applaus voor Roland van Kortehof en Gerben Kleinbalting.
Welkom, heren. Roland en Gerben. Roland, nou, je bent van thuiswinkel.org. Je bent echt iemand uit de retail, hè? Kijkshop, Hunkemullen, IKEA, kennen we allemaal. Nou, daar heb je allemaal gewerkt. Ja, zowel in IT als managementfuncties. Gerben Klein-Baltink. Nou, ik vond het een beetje moeilijk je cv samen te vatten, want die is heel lang. Laat ik het dus even kort houden. Nu zit ik daar bij internet.nl en je werkt op de MKB Cyberadvies. Trifecta Mobility, dat heb je net zelf opgericht. Maar voorheen heb je ook bij Defensie gewerkt, directeur bij TNO geweest en, niet onbelangrijk, secretaris van de Cybersecurity Raad. Roland, laat ik even bij jou beginnen. We hebben nu een hoop technische shit gehad, hè? Daar zijn we niet zo van. Thuiswinkel.org is eigenlijk een soort keurmerk op de site dat je laat zien dat die winkel te vertrouwen is. Maar wat heeft de koper daaraan? Wat zegt dat keurmerk nou eigenlijk over die webwinkel? Ja, wij doen eigenlijk een aantal dingen binnen onze certificering. Je krijgt dat waarborg, dat is geen plakplaatje, daar moet je echt wat voor doen. En natuurlijk checken wij op wetgeving, dus juridisch. De site wordt er helemaal gecontroleerd, of dat alles netjes opstaat. We doen een financiële toets. Of dat de ondernemer wel waard is. Nou, dat als je iets koopt, dat ze het ook wel kunnen leveren. Nou ja, dat ze kunnen leveren. Tegen faillissementen en dergelijke. Dat ze kwetsbaar zouden kunnen zijn. En het derde is veiligheid. Dat hebben we als laatste toegevoegd. En 3 jaar geleden hebben we gemeend, nou, er werd wat gehackt. Mm-hmm. Lektober was in het nieuws. Een aantal leden werden van ons ook gehackt. En dat kwam in het nieuws. Dus daar hebben we iets mee gedaan. En zijn we onze leden gaan scannen op kwetsbaarheden. Mm-hmm. Net als die campagne Veilig Zakelijk Internet, kunnen de leden van thuiswinkel.org dus ook door jullie laten testen? Ja. Oh. Dus onderdeel van de certificering geworden. Ja. Eerst hebben we dat een beetje op vrijwillige basis gedaan. En sinds eind vorig jaar is dat onderdeel van de certificering. Dus ja, je moet echt aan wat wij hebben gezegd, minimale eisen moet je voldoen. Wil je de certificering goed doorlopen. Ja. We zagen gewoon de vorige items. Het is vrij makkelijk om sites na te maken. Ja. Nou is er een bepaalde crimineel, daar hebben we echt ontzettend last van. Die bouwt dus nep webwinkels. Ja. Die maakt ze na. En dat niet alleen, ook jullie logo maakt die dan na. Ja, want hoe kom je daar vanaf? Het gaat natuurlijk op internet om. We zitten eigenlijk in de business van het consumentenvertrouwen. Mm-hmm. Dus als je een website namaakt, dan pak je eerst een bekende naam. En dan verbouw je de URL-naam verbouw je een beetje zodat het erop lijkt. Mm-hmm. Je kopieert een bekende webshop en daarna zet je er allerlei dingen op die ook vertrouwen wekken, dus ook ons logo. Ja. En dat is dan wel op dat moment een plakplaatje en dat is erg lastig om daar vanaf te komen. Ja. En het gebeurt toch wel wekelijks. Er zijn professionele bendes die daarmee aan de slag zijn. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel keurmerken online, maar jullie is eigenlijk wel de grootste. Hè? 93% van de mensen kent het. En er zijn ook ongeveer 27% van de mensen koopt alleen maar als dat logo erop staat. Dus vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Ja. En die vervelende internetcrimineel, daar kom je maar niet vanaf. En dat is gewoon structureel aan het internet. Maar jullie waarschuwen mensen wel, toch? Wij waarschuwen mensen wel. Maar je moet het wel eerst tussen de oren van de mensen, in dit geval consumenten. We zitten hier bij elkaar en we weten er iets van. Maar een gemiddelde consument, om die bijvoorbeeld ons logo te laten controleren. Want als je erop klikt, kom je op een certificaatpagina uit. En je kunt, als je de weg weet, kun je weten dat het een echte pagina is. Ja. Of dat ook weer een gekopieerde ding is. Maar voor een consument is dat best lastig. Ja. Om dat allemaal te herkennen. Jullie zijn in ieder geval echt, want als je naar hun website gaat, zie je HTTPS. Ja. Thuiswinkel.org, hè? Dus dan weet je dat het echt is. Gerben, nou, je collega's van MKB Cyberadvies die staan in de speeddatezaal mensen voor specifiek MKB-vragen antwoorden te geven. Maar eerst internet.nl. Het kwam voort uit het platform Internet Standaard. Er zit een hele reeks organisaties achter. Ja. Hoe is dat ontstaan?
Nou, eigenlijk een initiatief van het Forum Standaardisatie en het Ministerie van Economische Zaken. Die een aantal not-for-profit organisaties in Nederland bij elkaar hebben gebracht om eens te verkennen wat zouden we nou kunnen doen. Om te zorgen dat al die technische dingen op de achtergrond, de standaarden die zorgen dat het internet werkt, dat die wat beter gebruikt worden. Want wat je soms ziet is dat een standaard goed ontwikkeld is, technisch, veilig, betrouwbaar. Maar dat het soms wel 10, 15, 20 jaar duurt voordat echt de standaard wordt geïntroduceerd. Ja. Een van de dingen waar we aan werken is IPv6. Dat zegt sommige mensen misschien niks, maar dat is een range met internetadressen die je zou kunnen zeggen bijna onbeperkt is. Daar kun je heel veel mee doen. Maar voordat mensen die gaan gebruiken, ja, dan moet er wel wat gebeuren. Dat doe je als eindgebruiker meestal niet uit jezelf. En toen die partijen met elkaar aan tafel zaten, werd er gezegd, nou ja, IPv6 is er één, zo hebben we er nog wel een paar. Laten we eens kijken of we daar met elkaar stappen kunnen zetten. Ja. En al die partijen zijn bij elkaar gezeten, dat hebben we het platform internetstandaarden genoemd. En toen zijn we gaan nadenken, hoe brengen we dit onder de aandacht van mensen in Nederland, mensen in het buitenland. En daar is de website internet.nl uitgekomen. Natuurlijk zo'n kikke URL. Hè? Als je helemaal niet weet wat internet is, dan typ je als eerste in internet. En dan kom je dus bij internet.nl. Ja, dus, de e-mailadres is ook @internet.nl. Dus Gerben, het internet is of zo. Dat is wel grappig. Hè? Ja, dat is wel top. Ja. Hey, maar bij jullie website, daar kun je dus ook je eigen URL invullen. En dan kun je dus zien of je een beetje voldoet aan alle standaarden. Toen dachten we, nou weet je wat, we gaan wat leuks doen. Als die site voor jullie keurmerken allemaal zo goed zijn, dan gaan we eens even kijken hoe die aan de standaarden voldoen. Dus daar hebben we een aantal lijstjes over gemaakt. Ja, oké, daar zijn we al. Nou, dit is de inleiding. Klikken we even door. 50.000 getest. Hier zijn ze dus. Dit zijn dus de standaarden. TLS, hè, dus veilig verbonden. DNSSEC, hè, dus dat je domeinnaam goed beveiligd is. DKIM, hè, dat heeft vooral met mailen te maken. Ja, SPFO, dat als je een e-mail van iemand krijgt, dat dat niet een nagemaakt e-mailadres is, maar ook echt is. En DMARC, hetzelfde. Nou, en dat IPv6 wat je zei, hè? Ja. Nou, dat hoef ik niet meer uit te leggen, toch? Wat verschilt tussen IPv4 en IPv6? Nee, dat weten we inmiddels wel, hè? Ja, oké. Nou, de landen, wat het allemaal is. Goed, hier dus de score. Gerber, geef even een toelichting. En nou, dan mag jij reageren, Roland. Of dat allemaal. Dan kom een beetje hier staan. Eigenlijk is het een beetje flauw, want nou moeten we wel heel eerlijk zijn. Dit is niet wat het thuiswinkelpunt NL of .org certificaat weergeeft. Hè? Nee. Zij testen niet op al deze standaarden die wij checken. Even voor de duidelijkheid, het is niet dat ze hierdoor kwetsbaar zijn. Nee, precies. Het is meer dat we met z'n allen die nieuwe standaarden willen, zodat het hele internet als geheel wat veiliger wordt. Ja, wat veiliger wordt, maar ook gewoon bruikbaar blijft. Ja. Dat die hele structuur die we samen gebouwd hebben, dat die wel gewoon toegankelijk is en dat je weet met wie je zaken doet en dat je er ook een beetje op kunt vertrouwen. Ja, dat zijn standaarden waar we nu in gesprek zijn om te kijken of Thuiswinkel ook bereid is om die langzamerhand via internet.nl of anderszins ook onder de aandacht van de leider te brengen. Maar je ziet aan de grafieken dat bijvoorbeeld TLS al best heel aardig scoort. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is maar een klein gedeelte groen, hè, ongeveer een vijfde. Maar juist dat is het belangrijkste voor webwinkels, toch? Nou, het is elk geval dat je bij de vertrouwde website uitkomt waar je naartoe wilt. Hè, en dat die inderdaad beveiligd is met een adequaat certificaat. Niet een verouderd SSL iets, maar een TLS 1.2 oplossing hanteert. En nou zie je in het gele blokje staan niet conform de NCSC-richtlijn. Nou, die onderschrijven wij volledig, we vinden die echt belangrijk. Maar die is ook voor sommige organisaties nog wel heel erg lastig. Ja. Dat als je het boekwerk ziet, dan zal, is mijn inschatting, de gemiddelde MKB-ondernemer, denk naar bladzijde 2, dit is niet voor mij. Daar moet mijn IT-specialist misschien naar kijken of mijn hosting provider, maar ik ben daar niet van. Dus voor ons is een van de worstelingen wel hoe je dat dan onder de aandacht krijgt van die ondernemer. Ja, want Meer en Bink die zei inderdaad al in de eerste helft als ondernemer ben je niet bezig, maar wie kun je daar eigenlijk voor verantwoordelijk stellen? Ja, dat is een lastige. Jullie gaven in dat stukje ook al wel samen, denk ik, een beetje het antwoord. Uiteindelijk is die ondernemer wel verantwoordelijk. Ja, maar wie kan die aanspreken of in ieder geval vragen, ben ik veilig genoeg? Nou, dat is een hele goeie. Wat je op internet.nl ziet, als je bijvoorbeeld met jouw website van je bedrijf, of dat nou een webwinkel is of een ondernemer die een fietsenwinkel heeft, je kunt checken of je eigen webdomein op de juiste manier is ingericht. Ja. Of daar die goede standaarden zitten. En dan staat er ook vaak de hint bij, stel dat dat niet het geval is, bij wie je kunt aankloppen. Bijvoorbeeld bij je eigen register, waar die domeinnaam ooit geregistreerd is. Ja. Dus als je dus je eigen URL intypt bij internet.nl en je ziet op deze dingen dat je slecht scoort, mailt je naar je provider, hey, hoe zit dat? En ga nog even door, DNSSEC, wat is dat?
Nou, DNSSEC zorgt er dus voor dat je in dat domain name system op een veilige manier naar een website toe gaat. En dat je dus als je rabobank.nl, willekeurig voorbeeld, intypt, dat je ook echt bij rabobank.nl uitkomt. En niet bij een of ander man-in-the-middle domein waar niets geregeld is. Omdat je kunt zien dat je echt bij dat bewuste domein uitkomt. Nou, daar moet je wat dingen voor inrichten, vrij technisch. Er is wel tooling voor, keurig ingericht door NL NetLabs en SIDN. Die ook zorgen dat partijen die daarmee willen werken aan de slag kunnen. Ja. Maar gelukkig zien we dat een aantal partijen dit al wel heeft. Ja. En hoe komt dat? Omdat de providers van die partijen dat gewoon goed geregeld hebben. Ja. De mijne is er mee bezig, zegt hij. Nou, ja. Dat hoor je. Helaas, en dat zie je straks misschien nog wel in een paar van de tweets die er geweest zijn. Sommige partijen beweren ook al wel 1 of 2 jaar dat ze daarmee bezig zijn. Dus dat gaat niet vanzelf. Ja. Maar er zijn wat kleinere providers meestal die dat uitstekend geregeld hebben. Ja. Nou ja, SPF, DKMD, Mark, nemen we even een beetje samen, die drie, ja, de e-mailbeveiliging. Nou, ook daar geldt voor een aantal partijen dat ze dat keurig hebben geregeld. Mooi, maar daar is nog ruime verbetering mogelijk, zeker op het gebied van DMARC. En wat we merken is dat bij DMARC misschien het aanbod, dus wat voor een ondersteunende software is er, nog niet echt heel Nederlands en heel Europees is. Ja. Het zijn heel vaak Amerikaanse partijen, die richten zich misschien wat meer op de grotere ondernemers. En die zullen bij de kleinere thuiswinkels niet zo snel... de webwinkels niet zo snel terugkomen. Ja. Ja. Bol.com en dat soort partijen hebben dat echt op orde. Ja, ja? Oké. Okay. Ja, en IPv6 die hadden we al gehad. Ja, daar hebben we net al over gehad. Hoe vind je dit? Wat is jouw oordeel als je dit zo ziet? Oh, kom maar even mee. Je kruipt een beetje weg achter de grote Gerber en denkt van... Nou, dat moet je vooral niet doen. Als je kijkt naar deze cijfers, dan vind ik dit bepaald niet slecht als je het hebt over alle MKB-ondernemers. Als je heel Nederland MKB-ondernemers zou pakken, van dezelfde schaalgrootte als een aantal van deze webwinkelpartijen, dan denk ik dat de cijfers slechter zullen zijn dan dit. Ja. Zijn de cijfers goed? Nee, wat ons betreft niet goed genoeg. Dat kan echt beter. En nogmaals, dat ligt niet altijd aan die ondernemer, maar ook aan de provider. Ja. En nou ja, kijk, dan kunnen we natuurlijk een paar sites laten zien die heel lek zijn of heel slecht, of in ieder geval helemaal niet aan de standaarden meedoen. Dan kunt u hiernaast terecht. We kunnen het ook omkeren natuurlijk. Wat zijn de braafste knulletjes en meisjes van de klas? Kijk, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat zijn deze sites. Autoveiling.nl, Bungalow Specials, Datona. Nou, het is eigenlijk een keur van alles en nog wat. Ja, Roland, zeg er even iets over. Vind je dat herkenbaar? Van, nou ja, dit zijn inderdaad ook mensen die gewoon ook bij ons wel heel goed scoren. Die zijn hier gewoon goed mee bezig. Ja, ik wil nog even benadrukken, als je natuurlijk twee sheets terug wil gaan. Die sloegen we net over. Waar thuiswinkel.org op dit moment op checkt, dat is A, hebben de sites SSL op pagina's waar in ieder geval persoonsgegevens of getoond of uitgevraagd worden. Dat mag ook nog wel onder water aangeroepen worden, maar dat is in ieder geval wel verplicht. En als tweede zijn die applicatie kwetsbaarheden. Wij gebruiken daar de OWASP top 10 voor en nog een paar extra. Waar we op checken. En dus nog niet op de internetstandaarden die Gerben net genoemd heeft. Ja. Maar er is ruimte voor verbetering. En ik denk dat de volgende stap in ons proces ook wordt om die daarbij te gaan zetten. En daarop ook te checken. Ja, en dat maakt het keurmerk natuurlijk ook sterk. En dat maakt het keurmerk sterk. Maar ik wil naar de top 10 gaan. Ik wil even iemand een cadeautje geven. Ja. We hebben nu deze. Nou, we hebben dus gekeken, als je nou eigenlijk scoort op al dat soort dingen, wie is nou de beste? Roland, zeg het eens even. Ja, ze zijn allemaal groen, hè? Ja. Maar we hadden er eentje uitgekozen. Ja, we hadden er eentje uitgekozen en misschien wel omdat het ergens in Amerika met een of andere e-matching site niet zo heel erg goed gegaan is, vonden we het des te leuker om een Nederlandse site in dezelfde branche een cadeautje te geven, omdat ze zo heel erg goed uitkomen. Alles groen. Ja, zeker. Dus en dat is e-matching.nl. Ja, dames en heren, maar een hartelijk applaus voor Thomas de Koning. Kom even hier staan. Hi. Thomas, nou, hier heb je een fles champagne. Dankjewel. En nog een of ander boek van een of andere vage socioloog. Geweldig. Nou, de reden dat ik het je geef, hè, want wij hadden natuurlijk wel even voor gezorgd dat hij er ook hier is. En toen dacht ik, ja, e-matching inderdaad, want ik moest denken aan die, hoe heet die ook weer, Madison? Madison.
Ja, Ashley Madison, ja, inderdaad. Ja, die, Ashley Madison. Ja. Die was dus gehackt en dat was vooral een vreemdgangerssite. Dus dat was natuurlijk wel pikante informatie. Dit is echt heel gevoelige informatie. Nou, e-matching is dating voor hoger opgeleiden. 20 jaar geleden ben je begonnen met je broer een bedrijf op te zetten. In 1998 hebben jullie e-matching opgezet. En jij bent van het begin af aan verantwoordelijk voor de security. Klopt? Ja, klopt. Maar daar ben ik ook in gegooid. Ja. Ik ben gewoon een beetje wat dat betreft de autodidact. Ik ben gewoon begonnen met HTML, Perl, PHP. In het begin ben je gewoon niet zo bewust van security, maar dat gaat gewoon gaandeweg. Ja. En u zei met z'n tweeën, nou, als je volgende keer op feestjes komt, dan moet je gewoon zeggen, oh, ik ben de Chief Information Security Officer. Ja, dat ben je in wezen, hè? Mm-hmm. Ja, eigenlijk wel. Wat doen jullie aan de veiligheid? Hoe komt het eigenlijk dat jullie zo goed aan de standaarden houden? Nou, het werd net eigenlijk ook al gezegd, het hangt ook samen met de provider die je hebt. Ten eerste wat hij zelf al standaard doet. Ten tweede is ook, je moet hem ook scherp houden. Dus op het moment dat we hebben bijvoorbeeld wel eens leden die schrijven zich in en die zijn gewoon heel kritisch. Die komen zelf uit de ICT-hoek. En we hebben in het verleden, in die 15 jaar of 18 jaar, hebben we wel eens een lid gehad. Die zag een kwetsbaarheid. Ja, want die melden dat bij ons. Wij zijn dan ook echt zo van, oh, als er een kwetsbaarheid is, dan moet die ook binnen een dag opgelost zijn. Oké, okay, dus meldingen, zoals mensen melden, ja, niet de ethisch-hackers, ja. Dat neem je serieus en snel afhandelen. Ja. Laat je soms ook wel eens, nodig je ook wel eens mensen uit om te pentesten? Nou, we schakelen periodiek een securitybedrijf in, die doen pentesten voor ons, zowel automatisch als handmatig. Daar is ook natuurlijk het nodige uit komen rollen, daar word je ook steeds wijzer van. Nooit grote lekken, maar nooit grote kwetsbaarheden, maar vaak wel wat kleinere kwetsbaarheden die uiteindelijk opgeteld toch weer een probleem kunnen vormen. Ja. Wij proberen dat gewoon, waterdicht bestaat natuurlijk niet, nee. 100%, maar we proberen die 99% wel te bereiken. Ja. Nou heren, kijk, ze kunnen het. Hebben jullie nog een vraag aan de CISO van e-matching? Nou, eigenlijk een compliment, want ik vind het hartstikke knap dat je het zo groeiende wijze ontdekt en dat je het belang ook ziet. Je zit bovenop hele kwetsbare info. Ja. En je wordt kennelijk goed ook in de gaten gehouden door je eigen klanten. Nou, dat is mooi. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel websites en ook voor heel veel webwinkels geldt dat minder. Dus heb jij een tip voor andere ondernemers? Van hoe pak je dit nou op? Nou, de tip is af en toe een nacht wakker liggen met de... Het idee van oh, we zijn wel veilig genoeg. Ten tweede, mensen inschakelen of vragen jouw zaken te bekijken. En daarvoor openstaan en er ook niet van uitgaan dat het allemaal goed geregeld is. Dat is misschien de grootste tip. Ja, ja. Prima. Roland, trots op je klant? Jazeker. Ja, ik zou e-matching is natuurlijk lid van Thuiswinkel Waarborg. Onze taak als belangenvereniging is om iedereen zover te krijgen dat ze zoveel aandacht en aan veiligheid geven. Dus hoe zouden we dat moeten doen, is mijn vraag. Daar heb ik 1, 2, 3 geen antwoord op. Wat jullie in het verleden hebben gedaan met die automatische scans, dat is denk ik al een hele goede stap geweest. Omdat je eigenlijk verplicht dat leden onderworpen worden aan zo'n lichte, relatief. Het is niet een hele zware pentest. Mm-hmm. Het is een geautomatiseerde scan. Ja. Ja, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen voor sommige ondernemers dat al genoeg blootlegt. Ja. En door dat verplicht te stellen maak je al bewustzijn. Ik zou eigenlijk alleen maar proberen te promoten dat zeker de webbedrijven die wat groter groeien en op steeds meer informatie komen te zetten, dat die echt gewoon een budget besteden aan security. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, super. Hey, dankjewel dat je er was. Applaus voor Thomas. Ja. Nou, dit was wel leuk, want eentje moet de beste zijn. Dus toen kwamen ze met deze naam en toen dacht ik, waar ken ik dat ook weer van? En 1999, toen werd ik ook lid bij jullie. Heel lang geleden, dus nog uit de tijd dat je nog inlogde met 1, 2, 3, 4, 5. Dat je geen social media had. Je had ook geen foto's op die dating site. Maar ja, ik heb iets met slimme dames, zal maar zeggen. Dus ik ging naar imaging.nl. Na een paar jaar was het wel weer over. Maar ik heb er wel een hele leuke dochter aan overgehouden. Die is nu 13 jaar. En net zo slim als de moeder. Dus nou, eigenlijk het grootste cadeau heb ik zelf gekregen. Dankjewel.
Goed, heren, hoe moet het nu verder met de MKB'ers? Die pas luisteren als ze gehackt worden, lijkt het wel. Toch ook wel gevoelig zijn voor een interessante scan of een test. Dat blijkt toch ook wel. Dat goede voorbeelden toch ook wel werken. Maar die abstracte materie, daar komen we weer met onze DKIM, met onze DNSSEC en weet ik het wat allemaal. Tot slot, hoe moeten we de slager om de hoek bewust maken dat ook zij cybersecure moeten zijn? Ja, ik denk blijven informeren. Sommige onderwerpen zijn best lastig. Ik zeg altijd, vroeger op school hadden we ook wel hele moeilijke onderwerpen wat we eerst helemaal niet begrepen. Maar als je maar blijft zenden, dan gaat die bewustwording gaat vanzelf komen. Duurt even. En natuurlijk moeten er altijd erge dingen gebeuren, wil je echt wakker worden. Dat hopen we dan niet. Ja. Dat is wat trouwens ook veel ondernemers denken. Het gebeurt altijd bij de buurman en niet bij mij. Ja. Maar ja, blijven zenden en die awareness creëren. Ja. Gerben? Vanuit internet.nl kijken we eigenlijk naar een soort twee kanten benadering. Aan de ene kant snappen we best dat het heel lastig is voor die MKB-ondernemer als je met dit soort lastige standaarden en termen aankomt. Dus we richten ons nu heel erg op de providerkant. Dat die provider gewoon begrijpt waarom het belangrijk is dat dit soort moderne standaarden ook gewoon standaard zijn in zijn aanbod. En zullen we die anders eens op een ranking zetten? Dit is een veiligere provider. Ik wilde het zeggen. Dus je haalt me de woorden uit de mond, Chris. In feite doen we dat nu nog in een soort beslotenheid van een overleg wat plaatsvindt met al die providers in Nederland. Waar we hebben gezegd van jongens, kijk nu eens even zelf op internet.nl hoe je zelf scoort met je eigen website, met je eigen diensten die je aanbiedt. En we gaan in februari, maart opnieuw met hen om tafel zitten. En dan zullen ze ook echt zien wat hun onderlinge ranking is. En wij noemen dus ook hosting providers die gewoon goed zijn. Die zie je ook in de communicatie die wij naar buiten brengen. Dus dat is de ene kant, de partijen die aanbieden. En vervolgens, in feite hetzelfde wat Ronald zegt, van die ondernemer blijven uitleggen waarom het belangrijk is. En de ondernemer leren om de vraag te stellen aan de partijen die het aanbiedt. Ja. Dus dan komt de marktwerking hopelijk tot stand. En ik heb nog wel, de ranking met ik heb nog wel een derde aandachtspunt. Dus natuurlijk naast de hostingpartijen heb je de ontwikkelaars. Die moeten gewoon veilige software afleveren. Ja. Software, ja, gewoon. Dat is inderdaad waar de kwetsbaarheid altijd begint. Ja, de ondernemer die legt zijn website ergens bij een dienstverlener neer en verwacht dat er goede software afgeleverd wordt. Ja. Dat gebeurt heden ten dagen blijkbaar nog steeds niet. Nee. En ik denk dat we daar ook aandacht aan moeten besteden. Ja, dan moet die ondernemer gewoon een stevige onderhandelingspositie nemen ten aanzien van al die partijen die hun leven. Gaan we doen. Dankjewel. Roland van Kortenhof, Gerben Klein-Balting. Dankjewel. Dankjewel. We zitten een beetje te mopperen op die ondernemers. Hè, want die willen maar niet meer luisteren, weet ik wat allemaal. Daarom tot slot nog één filmpje van een ondernemer. Hij is namelijk de directeur van een supermarkt, Jumbo. Over veiligheid gesproken. En hij doet geloof ik ook nog iets met voetbal. Nou, we gaan even zien. We staan hier met niemand minder dan Björn Kuiper. En u kent hem natuurlijk allemaal uit de sport, maar wat u misschien ook wel weet is dat hij directeur is van de Jumbo, MKB bij uitstek. We zijn hier voor de aftrap van de Week van de Veiligheid voor de Ondernemers. Het gaat veel over fysieke veiligheid. We gaan het even hebben over digitale veiligheid. Is bij u veiligheidsbeleid binnen de Jumbo digitale veiligheid daar onderdeel van? Wat bedoel je met digitale veiligheid? De website, de toegangspasjes, hoe mensen mailen, de servers. Nou, weet je, we hebben Jumbo werkt met 580 winkels en die hebben allemaal hun eigen procedure binnen hun eigen winkel. En wij werken inderdaad met toegangssysteem, dus onze mensen hebben allemaal eigen pasje om er binnen te komen. En die zijn allemaal gelokt op bepaalde deuren, welke ze niet en welke ze wel in mogen. Wij werken met veilig e-mailverkeer. Digitale veiligheid is bij ons al ingesteld. Ja, veilig e-mailverkeer, dat moeten we uitleggen. Nou ja, alles wat binnenkomt wordt eerst gecontroleerd door de hoofdserver van Jumbo. Mm-hmm. Oké. En hebben jullie daar ook wachtwoordenbeleid? Ja, iedere 12 weken moet het wachtwoord veranderd worden. En dat krijg je een simpel linkje en dan moet je het wachtwoord weer veranderen. Oké, en als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan kun je er niet meer in. Dan kun je er niet meer in? Nee, dan kun je er niet meer in. Oké. Okay. En welke eisen worden er gesteld aan de wachtwoorden? Dan krijg je zo'n balkje onderin in je systeem te zien. Hè? Het loopt van rood naar oranje naar groen. Ja. Dus je kunt zelf hoe moeilijk je wachtwoord maken. En hoe groener die is, hoe beter die is.
Zijn dergelijke IT-systemen uitbesteed of doen jullie dat allemaal intern? Nou, ik doe dat in ieder geval niet, maar die zijn uitbesteed bij Jumbo Supermarkt op het hoofdkantoor. En die zullen er ongetwijfeld een bedrijf voor in de hand hebben genomen. Ja. Krijgt personeel ook digitale veiligheidstrainingen? Nee, ze hebben geen digitale veiligheidstrainingen. Wel fysieke veiligheidstrainingen, maar geen digitale. Ja. Want als ik denk aan het e-mailverkeer, websites en dat soort dingen, wat voor gevaren zijn er in de supermarkt in het algemeen? Nou, weet ik niet. Ik heb er nooit met digitale problemen gezeten. Dus ik heb er nooit met veiligheid, op het gebied van veiligheid, met digitale problemen moeten kampen. Wel met fysieke veiligheid. Dus inbraken, overvallen, die heb ik gelukkig zelf niet gehad. Die klop ik gelijk af. Maar diefstallen, maar niks met digitaal. Steeds meer supermarkten kun je ook via de website je boodschappen bestellen. Die worden dan of klaargezet of afgeleverd. Toen jullie naar een webwinkel gingen met Jumbo, wat betekende dat voor de digitale veiligheid? Het gaat helemaal langs mij heen als ondernemer zijnde. Bij ons kun je ook digitaal winkelen, dus ook in Oldenzaal, hè, in onze vestiging. Maar de veiligheid die daaromtrent gaat, die gaat langs mij heen. Dat is allemaal uitbesteed en de regelt het hoofdkantoor. Ja. Oké, want hoe blijft u zelf scherp naar degene aan wie u het uitbesteedt? Ik als ondernemer. Ja. Nou, weet je, ik heb een vertrouwensrelatie met de organisatie met wie ik business doe. En die is optimaal, dus daar heb ik helemaal geen twijfel over. Wat ik wel voor zorg daar is dat onze mensen die bij ons actief zijn in de winkel, die dus bij ons in de winkel werken, dat die goed voorbereid zijn. Ja. Want een goede voorbereide medewerker is het halve werk. Ja. En stel nou dat die medewerker toch iets naars meemaakt. Die krijgt een mailtje binnen, opent hem en zijn hele pc gaat op zwart. Bij wie moet die dan zijn? Dan moet hij bij de leidinggevende zijn. Iedere medewerker heeft een leidinggevende. En die koppelt dat weer door richting de IT van het hoofdkantoor. Ja. Als u naar uw eigen organisatie kijkt, wat is de meest kritieke informatie die u eigenlijk nog het beste moet beschermen? In Supermarktland hebben we niet zo heel veel kritieke informatie. We zijn vrij open in onze cultuur, in ons bedrijf, maar ook in ons Supermarktland, in de organisatie zelf. Maar ik denk dat inkoopprijzen en de prijzen die daarmee gemoeid gaan, dat een van de meest kritieke dingen is die geheim moeten blijven. Inkoopprijs betaalt de concurrenten, welke betalen wij? Ik zou kunnen stellen dat het grootste cybergevaar zijn eigenlijk de concurrenten. Oftewel, concurrentiegevoelige informatie is de meest gevoelige informatie in de supermarkt. Ja, dat denk ik wel. Als je praat over digitaal, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, anders zie ik geen enkele mogelijkheid dat iemand bij digitaal kan lastigvallen. Ja. Zijn er in de supermarktbranche wel eens incidenten geweest van cybersurveillance, zou je het dan eigenlijk, of cyberspionage zou je het kunnen noemen? Nee, ik herken ze niet. Ik weet het niet, nee. Okay, maar als de prijs omhoog of omlaag gaat, dan is het wel interessant om elkaar te weten natuurlijk. Ja, iedereen moet natuurlijk zijn beste prijs voor de consument in de markt leggen. En daar zijn de inkoopprijzen erg belangrijk voor, ja. Goed. Ja, het is belangrijk. Je wil gewoon ondernemen. Je wil de beste prijs. En dan wil je eigenlijk gewoon providers die je kunt vertrouwen. Maar blijf wel denken, waarom ben je een interessante target? Ja, dat wist u allemaal natuurlijk. Maar SIDM wilde graag een bekende Nederlander in het programma. Dus ik denk, nou, dan doen we Björn Kuipers. Kijk, ik weet niks van voetbal, maar hij is het meest beroemde scheidsrechter ter wereld, geloof ik. Dus het is toch wel leuk dat hij er ook even bij was. Goed, tot slot, dames en heren. Zoals u weet, bij Tech Talk Late Night, we zijn niet van een omroep, van cultuursubsidies of dat soort dingen. Wij doen eigenlijk wat mensen normaal op een congres doen. Interessante, moeilijke materie op een podium brengen waar iedereen kan komen. En u kunt er ook nog in, dus wie heeft het allemaal betaald? SIDN, Stichting Internet Domeinnaam Registratie, die achter .nl zit. Maar we zijn ook wel ontzettend geholpen door ECP, want die was dus dit jaar de campagneleider van Alert Online. De mensen die hebben allerlei dingen georganiseerd, enorm PR in gang gezet. Dus ik wil tot slot nog even een daverend applaus voor Marjolein Bonthuis en Marnie van Duithoven. Dames, welkom, welkom. Nou, dank voor al het werk dat jullie ook hebben gedaan voor Alert Online. Want SIDN is ook nog hoofdpartner in Alert Online. En voor deze avond, Marnie van Duinhoven. Je bent van de communicatie bij SIDN. Ja. Hoe was je week? Hoe was mijn week? Want het was best wel druk. Heftig. Een hoop dingen. Heftig. Ja. Ik kwam net terug van vakantie en ik viel meteen met de neus in de boter. Want we moesten snel weer verder met de voorbereidingen voor de Tech Talk. Ja. Volgende week, komende zaterdag, staan we op de startersdag als SIDN. Dat is ook voor het eerst. Dus heftig weekje meteen. Ja. Maar wel heel leuk, heel spannend. Ja, en meteen mijn eerste Tech Talk meegemaakt. Dus kijk eens aan.
Ja, want we hebben ons eerder voor SCDN gedaan, maar toen was je er nog niet. Toen was ik er nog niet. Toen zat je nog bij de Kamer van Koophandel, geloof ik. Toen werd ik nog bij de Kamer van Koophandel. Dus dan was ik wel blij dat zij er mee was, want jij snapt ondernemers natuurlijk. Maar als je bekijkt vanuit die ondernemers, hoe was het programma vandaag voor hun, zal maar zeggen? Nou, ik denk dat het nog steeds wel lastig is. Maar goed, als ik kijk vanuit SCDN, wat wij belangrijk vinden. We hebben natuurlijk vanuit onze rol voor het .nl-domein, ik vind het heel belangrijk dat het een veilig domein is. Hè? En daar hebben we vanwege die rol hebben we ook heel veel kennis op gedaan. Nou ja, die kennis willen we graag delen met ondernemers. En ik denk dat dat is wat we met name via deze Tech Talk vandaag hebben proberen te doen. Kennis delen enerzijds. Mensen bewust maken van, weet je, er is toch nog echt wel werk aan de winkel. Ja. Of voor ondernemers. En het is best wel lastig, maar je moet er gewoon mee aan de slag, gewoon doen. Hè? En dan met name ook het onderzoek van Melanie eerder op de avond. Ja, best schokkend als je dan gewoon weer ziet dat het merendeel van de vulnerabilities die er dan zijn, van de kwetsbaarheden in de site, dat die nog steeds gewoon veroorzaakt worden door het simpele feit dat de software niet op tijd geüpdate wordt. Ja. Eén op 10 is zo te hacken. Ja, zoiets simpels. Ja. Niet nieuw, in zoverre geen schokkend nieuws, maar aan de andere kant ook weer wel. Zo van, jongens, daar moeten we echt iets aan doen met z'n allen. Gewoon wachten we dan. Nou, Marjolein, als adjunct-directeur van ECP, jouw hele ploeg die is 10 dagen bezig om Alert Online goed op de kaart te zetten. Daarnaast heb je geloof ik ook nog een hoop andere events. Week voor de privacy was je ook nog. Ja, ook aan jou de vrouw, hoe was je week? We zijn alweer in de tweede week, dus zeg maar de afgelopen dag is druk. Maar eigenlijk krijg je er ook ontzettend veel energie van, want dat is ook wel de bedoeling een beetje van Alert Online, is dat je in die 2 weken een enorme buzz creëert met elkaar, omdat je met meer dan 140 partijen, organisaties probeert het, gewoon meer aandacht te krijgen voor het onderwerp. Want het is ontzettend lastig, want aan de ene kant zie je dat het wekelijks nieuws is, dus je zou zeggen zo langzamerhand moet het toch een beetje indalen. Maar zeker omdat we ook, we hebben niet voor niets dit thema dit jaar gekozen, digitaal verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Met het focus op dat MKB, omdat we gewoon toch, en dat veranderen we niet in 2 weken. Nee. Maar het blijft gewoon ontzettend lastig om zeg maar wat je hoort, wat je leest, wat je ziet, om dat ook op jezelf te betrekken en echt in actie te komen. Ja, en als campagne in zijn geheel, Alert Online, wat vond jij zelf... Ja, eigenlijk zijn er hoogtepunten dat je dacht, dat was een leuk event of dat komt er nog aan. Ja, ik wou zeggen, we zitten er toch nog middenin, we zijn hier vanavond. Dank je. Nee, maar je hebt, er was vorige week een groot event wat echt wel gewoon wat meer op de techniek, hè, waar het echt ook voor de, noem het maar even oneerbiedig, maar waar de techneuten elkaar vonden. We hebben een hele grote, eigenlijk een aantal echt publieksacties. Dus voor het grote publiek, de ISP's die met elkaar verenigd zijn om eigenlijk iedereen op te roepen om ook je computer te cleanen. Grote schoonmaakactie. Oh ja. Ook ontzettend ingewikkeld, hè? Want hoeveel computers, ik geloof dat 1 op de 10 computers in Nederland zijn onderdeel van een botnet. Ja. Maar wij als gewoon simpele gebruikers hebben geen enkel idee. Ja. En voelen dus ook geen enkele incentive om gewoon die computer eens echt op te schonen. Dus, dus je moet iets ludieks verzinnen, je moet die urgentie creëren om dat te gaan doen. Nou, heel simpel, veiliginternet.nl, ziet die 5 stappen, dingen die je gewoon even moet doorlopen. Maak je computers schoon, Maar er is ook iets, een grote campagne rondom identiteitsfraude, om betalen met je gegevens, er is iets voor jongeren. Dus er gebeurt echt, wat ik net zei, dit is eigenlijk niet aardig als je gewoon maar een paar dingen noemt. Want er zijn gewoon een heleboel bedrijven ook. Zeker zo belangrijk, want events, daar komen mensen op af. Maar we hebben eigenlijk ook heel erg opgeroepen, je kunt ook iets gewoon voor je medewerkers doen of voor je klanten. Doe het via een e-mailing. Weet je, dat is niet zo zichtbaar, maar intern natuurlijk wel. En dan bereik je ook ontzettend veel mensen. En komt het, ik kan me zo voorstellen van SIDN of toch maar even een naam, KPN, als die iets naar een klanten stuurt. En die hebben een hele grote MKB-achterban. Want daar worstelen we wel eens mee. Hoe bereik je nou die MKB'ers? Maar als je nou iets van je bank of dus van je provider, als je daar een bericht van krijgt, die vertrouw je. Mm-hmm. Daar doe je al zaken mee. En als die nou tegen jou zegt van, hey, weet je, let nou eens hierop. Ja. Dat je misschien toch eerder geneigd bent om in actie te komen. Dus elkaar ook wijzen op die verantwoordelijkheid. Ja, absoluut. Dus niet alleen naar het MKB zelf, maar juist ook die grote bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ja. En vooral ook op hun kracht om die doelgroep te bereiken. Zeker. Wat kunnen we verder nog verwachten van SCDN? Want tijdens deze 10 dagen doen jullie heel veel dingen, heel veel events. Ja. Daar zijn jullie ook aanwezig. Daarbuitenom ook natuurlijk. Nou ja, wat we in ieder geval doen is alles wat vandaag is opgenomen. De filmpjes die komen natuurlijk op techtalk.nl te staan. YouTube. En waarschijnlijk binnen nu en een week
Ja, een week ongeveer. Ja, ongeveer. Ja. Nou, die zullen we natuurlijk dan actief onder de aandacht brengen. Hetzelfde geldt voor het onderzoek. Je gaf straks aan van dat staat al op sedm.nl. Dat is nog niet het geval. Want we wilden eigenlijk hier jullie de scoop geven van zeg maar, het echte highlight van het onderzoek wat straks door Melanie is gepresenteerd. Er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden voor het rapport zelf. Dus dat zal waarschijnlijk ook volgende week, op het moment dat de filmpjes live gaan, ook live gaan op En we moeten al jullie websites nog in de rapportage verwerken, hoe lekker jullie allemaal zijn. Hè? Dat weet je niet, maar dat zijn ze nu aan het doen. Ja. Sorry. Nou ja, dus dat zijn in ieder geval de dingen die nog volgen binnen Alert Online. En verder, ja, weet je, cybersecurity, online veiligheid blijft een hot item. Dat houdt niet op na die twee weken, zoals Marjolein net al zei. En daar wij zelf als SEDN, dat dragen wij een warm hart toe en een belangrijke rol bij. Dus, nou, volgend jaar waarschijnlijk weer Alert Online. Ja, wordt vaste prik natuurlijk. Het vaste prik. We hebben waarschijnlijk nog geen thema, want zo gaat dat waarschijnlijk. Hè. Dan wordt altijd een beetje druk genetwerkt, kijk wie wat doet en dan komt er iets uit voort. Is dat dit jaar weer of hebben we al wel vast een thema? Nee, we hebben nog geen thema. Het thema is ook gewoon een beetje een houvast, hè, omdat Alert Online, ja, voor wie is dat? Ja, eigenlijk voor iedereen. Ja. En dan, nou ja, dat is wat lastiger om je dan om daar een gevoel bij te krijgen. Maar we houden ons natuurlijk enorm aanbevolen. Dus als iemand mee wil denken, alleen maar meer dan welkom. Hebben jullie ideeën voor de volgende Alert Online? Wees welkom. Je kunt ook partner worden. Dit jaar waren er 140 partners. Wij zijn er ook een van. SEDN, ECP uiteraard ook. En hopelijk jullie ook weer. Nou, dames, hartelijk dank. Ja, Marnie van Duinhoven en Marjolein Bonthuis. Dankjewel. Oh, je telefoon wil meenemen, ja. Ja. Eens even kijken hoe het in de speeddatezaal gaat. Mensen konden natuurlijk heen en weer lopen. Er wordt daar een beetje gezellig geborreld. Er zijn mensen hier. Even terugkijken. Hey Rosalie, je bent er nog. Hey, hallo. Chris. Ja, we zijn er nog. Oh, iedereen is daar. Nou zie ik het. Op de voorrep. Er zijn nog wat mensen. Maar mocht je nog een vraag hebben, de komende 5 tot 10 minuten zijn hier zeker nog wat speeddaters aanwezig. Ik wil ook de MKB'ers onder jullie voornamelijk oproepen. Want er zijn hier ook 2 mensen van MKB Cyberadvies. Dus maak daar gebruik van. En verder denk ik hebben we een goede avond gehad. Vragen zijn beantwoord, kaartjes zijn uitgewisseld, websites door scans gegooid. Dus mocht je nog wat willen weten of een biertje komen drinken, kom vooral de komende 5 tot 10 minuten naar de kleine zaal. Ja, oké. En kom anders hier naartoe. Dan drinken we hier samen nog even wat. Ook een goed idee. Okay. Ik kom zeker. Hey, tot zo, dankjewel. Doei. Ja, applaus voor Rosalie. Mag nu wel verklappen, dit was de eerste keer. Ik vond dat het goed deed. Die houden we erin. Goed. Nou, het is altijd weer spannend wanneer er een volgende Tech Talk Late Night is. Of we een partner vinden, of we een leuk thema hebben. Ik hoop jullie in ieder geval weer terug te zien op techtalk.nl of dan wel YouTube staan de vorige 8 afleveringen. Kom vooral even kijken. Hebben jullie zelf leuke ideeën voor wat we nog eens kunnen gaan doen in de toekomst? Wees welkom. Dus, zullen we aan het bier gaan? Oké, dankjewel. Tot de volgende keer.